Wedstrijd is begonnen. Nu, ruimte. Nicky van Hilten. Huber. Omar. El Ghazouani. Frank Olijven. En Tim van den Berg. Stef Nijland behoudt steeds het overzicht. Hij gaat nu diep. Prachtige paas van Sam de Wit. Wat een ongelofelijk mooie aanval van DVS 33. Lars Miedema doet waar hij voor staat. Prachtige paas van Sam de Wit op Stef Nijland. Stef Nijland zag in één oogwenk Lars Miedema vrijstaan. En die tikt die bal heel beheerst binnen. Prachtige aanval. DVS 33. Heel goed. Lars Miedema voelt zich ook steeds comfortabeler. Stef Nijland, wederom. Lars Huber krijgt daar net niet die bal goed onder controle, maar hij krijgt wel de vrije trap mee. Blijft daar wel licht geblesseerd liggen. Hij deed het tegen Dovo, onder andere. Heerlijke vrije trap. Komt hij? Aanloop, schot. Oeh, net naast. Hij deed het toch vrij rustig. Er was dus kennelijke ruimte aan die kant. Lars Miedema loopt achter zijn eigen kopbal aan. Maar Alex de Jong zit daar ook tussen. Weer onderschept Omar El Ghazouani. Ja, is toch snel hoor. Ah, die paas komt niet aan bij Stef Nijland. Nu, Werkhoven. Werkhoven naar Kaptein. Kaptein trekt naar binnen. Schiet. Maar wordt geblokt. Prima redding Daan Huiskamp. Ja, die staat er niet voor niks. Nicky van Hilten. Strakke bal op Lars Miedema. Kan Maarten van Dijk erbij? Nee. Ja, nu toch wel. Oeh, foutje. Gerritsen. Had erger kunnen aflopen. Maar DVS nog steeds in aanval. Stef Nijland. Stef, kijkt. Paast. Nicky van Hilten. Doet niets liever dan 1-2 opzetten. Daar aan de rechterkant. Oh, dit is heel mooi gespeeld. Helaas. Diezelfde Stef Kaptein. Stef Kaptein. Komt hij met de corner. Maar oeh. Nou zeg. Oh, als door een wonder wordt die bal toch gered. Door Daan Huiskamp na die mislukte trap van Tim van den Berg. Tjonge, jonge, jonge. Stef, heel eigenwijs. Vanaf dat plekje kan ik hem veel makkelijker raken. Komt hij? Aanloop, schot. En? Wow, 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 wow. Latje tik. Is ook een van zijn favoriete bezigheden. Het fluitsignaal van de scheidsrechter. Aanvang tweede helft. Gelijk een lange bal. Excelsior. De Jong. Een rush naar voren. Goeie paas. En gelijk door. Ja. Nou ja. Normaal gesproken is dit gewoon een doelpunt. Bij Werkhoven. Maar dit seizoen niet. Verre bal. Lars Miedema. Kan die daar koppend wat betekenen? Zeker. Oh, wat een fantastische... Ja, oh, dit moet een doelpunt zijn. Schitterende paas van Stef Nijland. Er zijn wel een paar spelers rijp voor vervanging, denk ik. Bij DVS. Onder andere Lars Miedema. De pijp redelijk leeg. Kijk, dit voetbal is dik in orde hoor, bij Excelsior. Ook daar weer volledig vrij. Maar hij heeft wel Tarik Everen tegenover zich. Maar ondanks dat. Oh, via de paal. Binnenkant paal. Helemaal naar de andere kant. Lars Huber. Goeie balaanname. Stef Nijland. Wederom. Goeie loopactie. Prima, Stef Nijland. Salasiwa. Mooi. Oh.
Jammer. Goed geprobeerd. Volgende gevaarlijke moment, ongetwijfeld. Komt hij hoog voor de pot. Van Beek natuurlijk erbij. Ook lengte. Esaf Savi. Ja, slim. Slim. Toch makkelijk eronder uitgevoetbald hoor. Komt hij, Esaf Savi. Dit wordt hem, dit wordt hem. Ja, toch een doelpunt. Volkomen verdiend. Voor Excelsior. Via de rebound. Tikkie tikkie. Nogmaals verdiend. Sam de Wit. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Prachtige paas. Sam de Wit. Oh, nu. Ja. Nee. Het is niet te geloven. Oh, wat een opwindende slotfase. Dat die bal er niet in gaat. Jongen, jongen. Hoe kan het? Nou, scheidsrechter laat het toe. Scheidsrechter fluit voor het laatst. Eindstand 1-1. Allen bedankt voor het kijken. Volgende week uit tegen Hoek. Ik weet niet of we er dan bij zijn. We zullen het zien. DVS verliest hier 2 punten tegen Excelsior. Henny in het Hof na deze wedstrijd. DVS 33, Excelsior 31. Jouw verhaal. Duim je nou bijna door mijn neus heen? Of? Mijn verhaal is dat we uiteindelijk een gelijkspel hebben gekregen. Maar achteraf, aan het eind van de wedstrijd, zeg je, nou, daar mag je misschien wel tevreden mee zijn. Zij ook, en wij ook. Een wedstrijd met meerdere gezichten. Ik denk dat wij een hele mooie, goede 1-0 maken. Dan hebben we ook heel veel vertrouwen om in de bal te komen in het begin. Na een manier of 20, dan doen we eigenlijk in balbezit iets minder. Zij doen wat meer. Waardoor zij wat beter in het spel komen. Zij gaan wat meer vrije mensen spelen. Maar dat heeft te maken met een aantal dingen die bij ons gewoon niet goed gingen. De hele wedstrijd niet. En dat vond ik met name dat als wij kort spelen en er komt druk op de bal, dan heb je bijna altijd diepte. En dat hebben we wel aangegeven, alleen er werd nooit diepte gespeeld zonder bal. Terwijl we, daar dachten wij wel de meeste ruimte zouden kunnen krijgen. En die lag er ook heel erg. Alleen de tegenstander werd op een gegeven moment agressiever. Die gingen we meer spelen. Wij werden wat onzekerder, vond ik, in de manier van spelen. Als je keek, dan denk je van, hey, het lijkt wel of ze wat minder makkelijk elkaar de bal toespelen. Onder druk. En aan het eind van de eerste helft zag je al dat het een beetje ging kantelen. En dat zij, vond ik, wat beter de overhand kregen van de wedstrijd. In de rust een paar dingen afgesproken. Onder andere dus gaan we wat meer diep doen zonder bal. Want als zij komen, wat zij deden dus de tweede helft, is het ook niet erg als je een keertje onder druk komt te staan. Dat is helemaal niet erg. Als je dan maar direct mesgrijpt er tussendoor komt en je schiet hem er netjes in. Dan mogen zij komen wat ze willen als je dan maar gebruik maakt van de ruimte die ontstaan. Nou, dat hebben wij niet gedaan, denk ik. En we waren ook niet meer bij machten, vond ik, om een overtal op het middenveld te creëren, wat er wel was. Dus de keuzes die in het veld werden gemaakt, die werden steeds slechter. Op een gegeven moment dachten we van, nou, we willen Tarik achterin erbij zetten om wat meer kopkracht erbij te hebben. Ook wat meer mensen achterin hebben die wat meer power kunnen brengen. En gelijktijdig Salassie we dan op het middenveld kunnen brengen. Dat je iets meer balans op je middenveld zou krijgen. In plaats van dat Stef elke keer weg is en Huber is elke keer weg. En Las is al weg en Omar is dus weg. Dus dan heb je misschien 7 man. En dan kunnen altijd nog mensen gaan. Maar dan is het niet direct dat het een soort 4-2-4 gaat worden. Dan wordt het meer vanuit een 4-3-3 dat je dan door kan. Maar we hebben de tweede helft heel slecht, vond ik, doorgedekt op de vrije mensen die bij hun vrij kwamen. En daardoor kwamen zij steeds aan het voetballen. En dan, ja, dan valt die 1-1. Nou, ik denk wel terecht, terwijl wij denk ik daarna nog een paar kansen hebben gehad. Maar dat zullen zij ook zeggen. Zij schieten ook 2 keer een bal op de lat, geloof ik, binnenkant paal. Nou, die laatste moeten wij natuurlijk dan weer maken. Dus ik denk, achteraf mag je blij zijn met 1-1. Alleen ik denk dat beide trainers ook zoiets hebben van, als wij met 3-0 hadden gewonnen, was het ook heel logisch geweest als we de kans hadden gemaakt. Terwijl zij hadden kunnen zeggen, ja, op basis van de 12, als we met 3-1 van het veld afstappen, zij, zou dat ook logisch zijn geweest. Dus het is een rare wedstrijd. Waarbij we wel, en dat klinkt raar dat ik het zeg, denk ik moeten koesteren dat we 1-1 van het veld afstappen. Dat we ook weten van, oké, er zijn nog heel veel dingen die we beter moeten gaan doen. Maar dat komt wel.
En dat vertrouwen moeten we ook hebben. En die kwaliteit hebben we ook al aan boord. En als we dan wel de juiste dingen gaan doen, dan zie je echt fases in de wedstrijd echt wel dat we heel veel dominantie kunnen pakken. Maar dan ook kunnen scoren. En nu hebben wij een gedeelte, zijn we dominant geweest in direct scoren. Maar een gedeelte zijn we niet in dominant geweest. Maar dat gebeurt allemaal wat doe je in balbezit. Dus daar valt nog wat aan te werken. En daar valt nog heel veel aan te winnen. En dat gaat deze groep ook echt wel oppakken. Dus heel erg teleurstellend dat we aan de ene kant 2 punten hebben weggegeven. Maar misschien wel 1 punt als start van een fase waarin we nog beter gaan beseffen dat we nog harder moeten werken. En nog meer elkaar aanspraken moeten doen. Ook accountable moeten maken voor de dingen die je vraagt in balbezit en balverlies. En dat is een proces. En dat is gestart en daar gaan we weer verder. Ja, Excelsior deed mij een beetje denken aan Ecuador gisteravond. Qua intensiteit, hè, bedoel ik dat. Ja, nou, misschien is dat ook zo. En dat doen ze ook goed. Hè. Ik heb ze natuurlijk wel een beetje gevolgd. En bij hun is het ook in de nederlagen. Trainer elke keer zegt van blijf bij elkaar. Blijf hard werken. En steun elkaar. Nou, dat zag je in deze wedstrijd ook. Ze weten ook dat ze dat op die manier alleen maar weer om kunnen draaien. Ze hebben natuurlijk heel veel kwaliteit in die ploeg. Dat zit er altijd al in. Deze ploeg komt wel van de onderste plek af. Dat weet ik niet, want daar gaan heel veel dingen mee spelen. Wij hebben ze nu de kans gegeven. Maar als wij de eerste helft naar de 2-0 er ook in schieten, ja, dan krijgt zo'n ploeg misschien wel weer een klap. Dus je weet niet hoe ze mentaal eruit halen. Ze hebben het vandaag heel goed gedaan en agressief gedaan. En ik vind ook dat wij best wel bij vlaag agressief zijn geweest. Maar wij moeten in de manier van denken in spelen zullen we wat rustiger moeten doen. Eigenlijk zijn we te geforceerd aan het voetbal, de hele wedstrijd door. In plaats van vanuit meer overleg en meer rust wordt het allemaal veel sneller. In plaats van als je snel gaat doen wordt het alleen maar trager. Dus maar zij hebben heel veel leuke dingen gedaan, maar daar hoef ik niks over te zeggen, dat mag hun trainer zeggen. Ik vind dat wij ook goede dingen hebben gedaan en de mindere dingen moeten wij verbeteren. Dus ik ben helemaal niet, mensen hebben het over, ben je dan boos op de ploeg of hebben we teleurgesteld? Nee, het enige wat teleurstellend is dat ik volgens mij op een gegeven moment al na een minuut of 50 heel veel mensen in het publiek, een wissel, ik denk, dus die komen alleen op de tribune zitten om alleen maar te klappen als je wint. Nee, het is ook van, oké, we hebben het moeilijk, hoe gaan we nou die jongens helpen? Nou, en dan kun je ook weer lopen zeiken op de tribune. Moet je zelf weten, als je daarvoor komt en je wilt van huis of een keer een lekker gaan zeggen, tribune moet je vooral doen. Maar daar help je niemand mee. Dus wij gaan wel door met ons proberen te verbeteren en daar helpen we elkaar wel mee. Heb je gelijk in, Henny. Henny, ik wens je heel veel sterkte met je blessure, met de Soleus. Soleus, heel goed. Ja, oké. Okay. Dat was het.